Heb je ooit gezonde spanning gehad voor een tentamen? Misschien voor een sportwedstrijd of voor een presentatie? Dan heb je misschien gemerkt dat deze stress je brein en lichaam helpt om beter te presteren. Verantwoordelijk voor dit fenomeen is het stresshormoon cortisol. Dat maakt je alert door je hartslag en de hoeveelheid suiker in je bloed te verhogen. De natuur heeft dit perfect geregeld. Cortisol helpt je om te presteren op de momenten dat het er echt toe doet. Zodra de stress weer voorbij is, neemt ook de aanmaak van je stresshormoon weer af. Stress is dus onderdeel van ons biologische systeem. We kunnen niet zonder. Maar de moderne mens krijgt zoveel prikkels te verwerken, zoveel stromen van informatie, dat dit kan resulteren in een opgejaagd gevoel. Dit kan dan chronische stress veroorzaken en deze is negatief. De gevolgen hiervan kunnen zijn dat je een onrustig gevoel hebt, het gevoel hebt te veel te moeten. Een immuunsysteem wat minder bestand is tegen bijvoorbeeld dat ene verkoudheidje. Negatieve berichten worden nog negatiever als je stress ervaart. Bijvoorbeeld slecht nieuws ervaar je vele malen negatiever wanneer je stress hebt. Onze hersenen functioneren letterlijk minder goed in tijden van stress. We worden zelfs een beetje dommer. Je wordt vergeetachtiger, je bent sneller afgeleid en gevoeliger voor negatieve emoties. Het bijzondere van het laatste punt is dat ons brein zo gebouwd is dat we 3 keer negatiever naar de wereld kijken dan positief. Dit houdt bijvoorbeeld in dat negatief nieuws 3 keer langer blijft hangen in onze hersenen dan positief nieuws. Dit is het geval als we in een staat van rust zijn. Als we in een staat van stress zijn, dan ervaren we de wereld niet 3 keer negatiever, maar ongeveer 20 keer negatiever. Elke negatieve gedachte blijft dan dus 20 keer langer hangen. Hierdoor krijg je een nog onrustiger gevoel en zo kom je in een soort van cirkel terecht die lastig te doorbreken is. En bouwt de stress zich nog verder op. Wat gebeurt er precies in tijden van stress in ons brein? De prefrontale cortex wordt bij chronische negatieve stress kleiner en dunner. Dit breingedeelte is betrokken bij veel emotionele en cognitieve functies. Hierdoor kunnen bepaalde processen niet meer goed aangestuurd worden, zoals het denk- en leervermogen, concentratievermogen, probleemoplossend vermogen, ons geheugen en ook het vermogen om de juiste beslissingen te nemen. Ook onze neuroplasticiteit, wat betekent dat ons brein zich een leven lang kan ontwikkelen en kan groeien, wordt bij chronische stress aangetast. Een kleinere prefrontale cortex is namelijk minder goed in staat om nieuwe informatie op te slaan en oude data te behouden. Hoe sneller de hersenkrimp verloopt, hoe duidelijker het slechter functioneren van het brein zich in het dagelijkse leven zal uiten. Stress verandert dus letterlijk jouw hersenen, waardoor je niet meer goed kunt functioneren. Met de inzichten dat er 4 miljoen mensen met een verborgen burn-out rondlopen, is het nu de tijd om hier iets aan te doen. Voorkomen is beter dan genezen. Preventief aan de gang gaan met je stressreductie en brain balance zorgt voor een verhoogde flexibiliteit. Op deze manier voorkomen we dat er straks 4 miljoen mensen vanuit hun eigen brein niet meer goed kunnen functioneren.